Vrijdagavond vond in Galerie Lus in Kampen de opening plaats van een nieuwe expositie met schilderwerken van Cora Hirkens. De expositie Colorful Water omvat een groot aantal van haar meest recente doeken, waarbij het thema water een prominente rol speelt. Cora Hirkens vertelt onder andere over haar nieuwste werk en hoe ze geïnspireerd is geraakt. De intentie is om na deze expositie ook Kamper kunstenaars in de gelegenheid te stellen te exposeren in deze galerie. Cora, goedemiddag. We staan in Galerie Lus. Daar exposeer jij vanaf vandaag met jouw schilderijen. Het thema van jouw expositie is Colorful Water. Kun jij daar iets over vertellen? Ja, nou, we staan hier voor het schilderij Expecting Rain. En dat vond ik wel toepasselijk in verband met het weer wat we nu buiten zien. Maar het water, wind en lucht boeit mij enorm. Vooral de heftige lucht, de regen. Kun jij iets vertellen over de manier waarop jij of waar jij je inspiratie uithaalt? Ik haal mijn inspiratie uit mijn omgeving. Ik kom uit het noorden van Groningen. En die prachtige vlaktes, die wijdheid, lijnenspel van de van de slootjes en van de sporen in de akkers. Maar ook het wat, waar ik regelmatig kom, dat boeit mij enorm. En dat is in de loop der jaren steeds meer naar voren gekomen in mijn werk. Ik schilderde in het begin heel abstract. En langzaam is dit eigenlijk eigenlijk bijna onverwacht in mijn werk geslopen. En de laatste jaren schilder ik alleen maar het wat of het Groninger landschap. Het is compleet andere geografie. Henny en Lu, fijn dat we hier mogen komen tijdens de opening van de expositie van Cora Hirkens. Dit is een initiatief genomen door jullie twee vanuit Galerie Lus. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Het idee was eigenlijk toen we deze studio openden, dat is in maart van dit jaar, om een plek te hebben om de kunst van mijn vrouw te laten zien. Maar ook om de mogelijkheid te bieden aan andere kunstenaars, zeg 2-3 keer per jaar, om hier een solo tentoonstelling te hebben. En Cora Hirkens was een logische keus. We kennen elkaar al heel lang. We praten heel veel over kunst. Dus we besloten om met haar te beginnen. Maar het idee is om met name ook kunstenaars uit Kampen de kans te geven om hier te exposeren. Lou, you are an artist by yourself. What do you think about the paintings of Cora? First time when I saw her painting, it is really surprised me because I know she has different background with me, but I think it's amazing artist. You really can see a lot of love and a lot of struggle, and finally she find some peace in her painting, but still with the powerful and energy and the stroke. So I use my eyes to see. I think it's she got her own character inside the painting. Is it very different with your work? Yes, because I'm a professional artist, so I'm learning art, started art when 3 years old. So I have very strong the technical base, because my background, you have to, the technical is most important. That also makes you, it's actually, you win some, you lose some, you can paint everything. But it's how to focus with you is exactly what your soul it is. It's like a Cora, or like a lot of artists, they just love, they can more focus, they say, okay, this is what I want, this is what I want to do. Yeah, they can, their whole life can have one style. So it is also have another angle for me to look at my own art. Yeah. Is it also possible for the people to admire your work somewhere? Oh, it's because people look at my work, they will, sometimes they are totally lost because, I have many different periods, I have many different styles, but my main style is called Shanghai Expressionist. This is where I'm studying France. So where can the people see your work? They can see my work in my gallery in Kampen, these two locations. Yeah, one is when we starting 3 years ago,
It's in the called Gallery Luz. So now, so we have other location. It's called exhibition, mainly exhibition. My own work. I'm also work here. So when we if we don't have regular exhibition for other artists, so you can see my work in the daily in here. Thank you.